Wij willen gewoon graag een vaste groep mensen die plezier hebben in het werk. Wij vinden kwaliteit heel belangrijk in het bedrijf, voor ons product, maar ook voor de mensen. En op het moment dat je dus mensen hebt met ervaring, weten wat ze moeten doen, is die kwaliteit beter gewaarborgd. Taakrelatie bij Talaak betekent dat mensen dagelijks andere taken doen. Bijvoorbeeld de ene dag inpakken, de andere dag stokken. Dus meer afwisseling in de werkzaamheden. Maar ook voor een stukje duurzame inzetbaarheid. Mensen moeten steeds langer werken. Het is toch fysiek zwaar werk. Repeterende bewegingen die gemaakt moeten worden. En door een stukje roulatie is die belasting minder. Waardoor de mensen het langer vol kunnen houden. Een stukje financieel voordeel. Met name op basis van het laag ziekteverzuim. En het bieden van een uitdagende afwisselende werkplek. Ja, ik ben heel erg gelukkig omdat ik kan doen wat ik wil. Als ik iets aangeef dat ik iets anders wil doen, dan is dat geen probleem. Nou, na één week stokken, dan ga je echt denken van is dit leven alles wat er is. Met de tijd hebben meer mensen dat aangegeven en is eigenlijk een beetje dat systeem erin gekomen. Ik kan gewoon alles zeggen wat ik denk. Ik kan mijn gevoelens uiten en er wordt gewoon rekening mee gehouden. Nou, we gaan sowieso jaarlijks met de mensen in gesprek. En in die gesprekken komen dingen naar voren. Frustraties, pijntjes, waar je mee zit. En dan worden er gelijk maatregelen mee getroffen. Taakrelatie schijnt niet veel voor te komen. Maar wij ervaren niet dat mensen daardoor minder snel werken. Het ziekteverzuim is laag. Dus ik zou eigenlijk mee willen geven aan het bedrijf. Ga in gesprek met je mensen. En luister actief waar zij behoefte aan hebben. En we gaan het een keer proberen. We hebben wat oudere dames die, ik denk hier al 15 jaar gewerkt hebben. En die uiteindelijk met 65 moesten stoppen. En die dus met de tranen in de ogen ons bedrijf verlaten. Omdat ze met heel veel plezier hier gewerkt hebben.